We zijn hier vandaag maandag 27 februari bij de Graaf van Ursel. De groep 7 heeft ons namelijk gebeld, want ze zijn bezig met het maken van reclamefilmpjes. En ze vroegen ons of we dat wilden filmen. Nou, natuurlijk hebben wij ja gezegd en Leon en ik zijn hier op pad gegaan. Jullie gaan reclamefilmpjes maken en wat is jullie idee? Wij gaan over het schoolplein vertellen. En wat ga je dan precies over het schoolplein vertellen? Wat er allemaal te doen is en zo. En ook wat je nog wil eventueel in het schoolplein? Nee, dan niet. Nee, dat niet. En heb je al een beetje idee hoe het eruit moet gaan zien? Nee, nog niet echt. Ja, wij willen heel graag nieuwe kinderen op deze school en daarom hebben wij het onderwerp buitenspelen gekozen. Oké, want buitenspelen, dat is voor jullie een van de belangrijke dingen om een school te kiezen. Wij gaan het over de nieuwe school hebben, de brede school. En hebben jullie al een beetje idee hoe het reclamefilmpje eruit moet komen te zien? Nee, eigenlijk niet. Wij gaan de leerkrachten interviewen en we stellen dan één vraag. En daarna gaan we aan de kinderen vragen wat ze van de leerkracht vinden. Wij gaan het over buitenspelen doen. En wat gaan jullie over buitenspelen doen? Zeggen wat je buiten kunt doen. Ja, en ja, wat je kunt doen, maar ook wat je wil doen ook? Ja. Daar gaan jullie uitleggen wat we jullie met het filmpje duidelijk willen maken. Wat willen jullie met het filmpje vertellen? Dat staat er. Denk na over hoe jullie filmpje eruit gaat zien. Je gaat dus niet alleen nadenken over ik ga juffrouw Angela een vraag stellen. Maar je moet ook gaan nadenken over waar staat de camera, wie filmt er, wie zegt er wat. En ook denk goed na over de antwoorden die je juf zou kunnen geven. Misschien kun je daar nog een vraag over stellen. Want zoals je hoorde bij Tamara die net vragen aan jullie stelt, die vroeg niet alleen wat is jullie onderwerp. Die vroeg ook toen jij zei of Tom zei van nou we gaan buitenspelen. We willen laten zien over buitenspelen. Ja, wat wil je dan laten zien? Wat houdt jullie script nou in? Dat het hier een gezellige, een vriendelijke school is. Oké, en dat gaan jullie zichtbaar maken. En hoe gaan jullie dat dan doen? Door het allemaal uit te leggen wat je hier kan doen, hoe het allemaal zit. Juffrouw Helga en juffrouw Angela interviewen. En we laten ook nog de klas van juffrouw Helga en onze klas zien. Oké, en wat gaat de boodschap worden die je straks over wil brengen? Dat wij de leukste school van de wereld hebben. We waren een beetje aan het kibbelen toen straks, maar het is wel goed gekomen. We hebben een beetje bedacht hoe we het gaan doen en zo. Buiten gaan we het allemaal doen en zo. Nou Lotte, vertel. Ook jullie zijn aan brainstormen geweest. Hoe gaat het er bij jullie uitzien? We gaan juffen interviewen. Maar wie, dan moeten we nog even overleggen. Dat onze school gewoon leuk is en zo. Dat je lekker kunt buitenspelen. En wat maakt dat jouw school nou de leukste school is om buiten te kunnen spelen? Dat weet ik niet. Wie gaat wat doen? Vertel eens wat meer. Julia en Isa een touwtje springen. Ik moet tellen bij verstoppertje. En een beetje meer. Kom, we gaan lekker voetballen. Ja, leuk. Ik hoop dat de mensen naar de open dag komen. Ik ga keeper. Probeer jij te scoren? Ja, bril op. Ski. En ja, hij scoort. Onze school is super. Kom naar de open dag kijken. Deze school is leuk. Laten we een stukje zien over het buitenspelen. Klinkt trouwens pas echt leuk. Ja, klopt. Tikkertje is pas echt leuk. Stompje is het leukst. Is het fruit lekker? Alles goed. De grote Isa? Ja. Is eigenlijk de school is leuk. Dit is een keileuke en vriendelijke school. Kunt u veel leuke dingen doen op de schoolplein? Deze school is heel erg leuk en je gaat dus het volgende vertellen, het rooster van het buitenspelen en groep 1 en 2 die moeten van 10 voor 10, 10 5 voor 10 tot 10 over 10 en groep 3, 4, 5 en 6 die moeten van 10 over 10 tot 10 voor 5 voor 10. Superleuk, kom naar de overdag.
Hallo juffrouw Java, wilt u even verder voorstellen? Goh, dat is jammer. Ik dacht, ik zeg, ik ben juffrouw Willy. Nou, ik ben juffrouw Java. Ik werk bij de kleuters op de Graaf van Urzel. Ik heb jou ook in de groep gehad. Wat vindt u het leukste kleuterjuf zijn? Ja, ik vind het leukste wel bij de kleuters dat we elke dag, dat is eigenlijk ook wel bij de andere kinderen, dat we elke dag iets nieuws hebben met elkaar. Ik ben juffrouw Nina, ik ben de stagiaire van groep 7 en ik geef les bij jullie in de klas. Wat vind je zo leuk aan deze school? Ik vind de kinderen in mijn klas op dit moment heel erg leuk. Ze luisteren heel goed, zijn heel gezellig. En de andere leerkrachten hier op school zijn heel erg aardig en makkelijk in omgang. Hoi allemaal, dit is de Graaf van Urzel School. Het is een hele toffe school, omdat er heel leuke leraren zijn en hele leuke kinderen. Kom naar de overdag van de Graaf van Urzel School. Want het is de beste school van de wereld. Yay! Hallo, ik ben Isis. Hallo, ik ben Isabella. Hallo, ik ben Floor. Hallo, ik ben Lotte. En wij gaan leerkrachten interviewen. Hallo, kunt u jezelf eens voorstellen? Ja, ik ben juffrouw Marsha. En ik werk nu 4 jaar op de Graaf van Urzel en ik geef les in groep 8. En wat vindt u leuk aan het kamp van groep 8? Het kamp van groep 8 vind ik super tof. En we gaan altijd 4 dagen en het thema is nu jungle. En dan van tevoren knutselen we dingen en oefenen we ook toneelstukjes en zo. Ik vind dat het tofste van heel groep 8 kan. Ja. Kun je jezelf eerst voorstellen? Ik ben Mark Kastelein en ik zit hier in groep 8 op de school Graaf van Urzel. En wat vind je van juffrouw Marsha? Ik vind het wel een leuke, aardige juffrouw die altijd ja, en nooit snel boos wordt. Hallo, kun je even voorstellen? Ik heet Tisa. En in welke groep zit je? 4. Van welke juffrouw? Juffrouw Nikki. En doet juffrouw, en wat vind je van juffrouw Nikki? Lief. Kun je even voorstellen? Ja, ik ben Nikki en ik ben de juffrouw groep 4. Oké. Wat vindt u van groep 4? Ook een hele leuke groep. Hartstikke lief, kunnen super goed werken en ze is hartstikke leuk. Wil je even voorstellen? Ja, ik ben juffrouw Jean de Kruiter en ik ben directeur van deze school. En wat vindt u van deze school? Ik vind het hier heel erg leuk op school. Op de eerste plaats omdat ik heel veel leuke en lieve collega's heb waar ik mee samenwerk. En daarnaast zitten hier 250 leuke kinderen op school. We vinden het een fantastische school! Yay! Nou, wij hebben ons reclamespotje gemaakt over de Brede School. Waarom zou ik eigenlijk naar de Brede School moeten, Luca? Nou, omdat deze school de beste zorg voor jong en oud biedt. Ja, jammer dat wij er niet meer op kunnen. Ja, heel jammer. Hier kom je erin. Dan zijn hier de lokalen. Hier ook nog een paar lokalen. Hier is de wc's. En hier is nog een wc.